Op instructie van president Chandrika Prasad Santokhi zijn de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken afgereisd naar Nederland en Frankrijk. Met dit bezoek wil Santokhi dat er op hoog niveau persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden over de sanering van de buitenlandse schuld en het aantrekken van investeerders. Dit moet resulteren in een snellere beoordeling van mogelijkheden en concrete resultaten. De missie van beide ministers is van groot belang om de Surinaamse bevolking uit de armoede te helpen, omdat er in de komende periode moeilijke beslissingen genomen zullen worden om uit de slechte financiële situatie te geraken. In Frankrijk worden de gesprekken met Lassard voortgezet met het doel een tijdlijn en actieprogramma voor de komende 3 maanden uit te zetten. Daarnaast zullen met diverse Franse bedrijven en organisaties gesproken worden, onder andere met de CEO's van Total en Rubis, leverancier van olie aan Suriname. In Nederland zullen de ministers gesprekken voeren met de ministers van Internationale Samenwerking, Financiën en met diaspora-organisaties. Hiernaast staan ook gesprekken met verschillende investeerders in zowel Parijs als Nederland op de agenda. De bewindslieden keren op 26 oktober terug in Suriname.